Dat ezels dom zouden zijn, berust op een hardnekkig misverstand. Dat misverstand is net zo hardnekkig als de ezel zelf. Als die namelijk ergens geen zin in heeft, dan doet hij het gewoon niet. Daardoor zal een ezel niet zo gauw een steeplechase lopen of parachute springen. Maar dat is geen domheid, maar juist heel verstandig van onze ezel. Een paard dat bang is, slaat op hol. Maar een ezel gaat gewoon rustig op de grond liggen. Chill, bro. Doordat ezels goedkoper zijn dan paarden, vielen ze vroeger vaak in handen van minder succesvolle handelaren. Hierdoor kreeg de ezel zelf ook een slechte reputatie. Zoals bij de oude Grieken. Volgens de Griekse mythologie kreeg koning Midas ezelsoren als straf omdat hij iets doms had gedaan. Maar in de Bijbel staat onze ezel juist voor geduld en bescheidenheid. Zo kwam Jezus op een onverstoorbare ezel Jeruzalem binnenrijden. En de ezel geeft prima melk, die een geneeskrachtige en antiverouderende werking zou hebben. Dat had Jezus niet nodig, maar Cleopatra kreeg altijd een heerlijk glad huidje van het baden in ezelinnenmelk. Ezels zijn dus niet dom, maar ze hebben wel een gebruiksaanwijzing. En als je dat niet begrijpt, dan ben je zelf zo dom als het achtereind van een varken.